opleggen allemaal. Nou, ik ben al lekker bezig geweest. Alles is aan kant. Atelier is aan kant. Ik heb net gestofzuigd. En ik ga me zo lekker wassen en aankleden. Want straks pikt Jolanda mij op. En dan gaan we naar Linda toe. Om koekjes te bakken. En wat achtergrondjes te maken met de jelly plate. Dus ik ga opschieten. Onderweg naar Linda toe. Was het druk op de weg? Nee, viel wel mee. Okay. Nou, wat vrachtverkeer, maar dat heb je toch wel. Ja. Nou, we gaan lavendelkoekjes maken. En wat achtergrondjes voor de art journals met de jelly plate. Oh, leuk. Heb je die bij je? Ja, die heb ik bij me. Dus ja, leuk. Zo, we zijn bij Linda. Die heeft volgens mij de bel niet gehoord. Ik hoor hem wel. Ja, grappig. Hey, middag. Hi. Hoi. Hoi. Wat overnemen? Nou, Ella gaat wegen. Ja. Wat ga je maken, El? Lavendelkoekjes. De thee is al heerlijk. 135, hè Linda? 137. 137. Meel. Meel. Puntje bakpoeder. Hoeveel suiker? Ja, dat is wat jij wil. Er gaat oorspronkelijk 150 in. Ik doe er zelf 110 in en een heel klein beetje honing. Dat zou ik de helft doen. Ik zou kijken. Normaal doe maar 60 dan. Doe ik 50. Ja, nee, hier voor jou 60. Oké. Ik heb hem al. Ik heb hem al ruim gehalveerd, zeg maar. Maar dan zitten we met een ei. Dat is wat lastig. Ja. Gaat dat? Goed voor je. Oké, boter. 62. Zo. Best wel veel, hè? Mijn deegje ligt in de ijskast. En Jolanda gaat nu het recept afwegen. 2,75. En Linda gaat de koekjes draaien. Ja. Dicht. Kijk eens, lekker jongens, meisjes. Lekker hoor. Deze opzij. Hopla.
eerste laag doe je gewoon zo, zonder... Oh ja, dan heb je alvast een kleur. Ja, dan heb je een kleur. Kijk, en dit is niet hele goed papier. Nee, dat is gewoon... printpapier, maar goed, daar doe ik het ook mee hoor. Want in principe, als je wat beter papier hebt, zie je, zou je nog een mooier afdruk. Ja. Het is net of er een diertje in zit. Ja, een vogel of zo. Ja, dat is dan wat je dan ziet. Hè? Ja. En dat vind ik wel leuk. Ik maak hem nooit helemaal schoon, omdat ik dat leuk vind gewoon. Ja. En dan ga je nu bijvoorbeeld... Ik neem naar beneden voor de kopjes van Jolanda, want dan gaat hij zo piepen. Pak je hier wat kleurtjes. Nee, dit ging te donker. Ja, hij is wat stugger. Ik ben even de koekjes van jou aan het redden. Kijk, dan kan je nou met structuur gaan werken. Je kan bijvoorbeeld zeggen van nou, ik ga hiermee werken. Maar je kan ook zeggen ik ga met de touw werken. Dan doe je gewoon zo. En dan je papier erop. Oh, dat maakt niet uit alsof als de verf nog... Nee. Dit moet op nat, hè. Oh. Alleen moet het voorzichtig doen, omdat het niet zulk sterk papier is. Dus goed bij de touw aan drukken. Zie je? Oh ja, leuk. Dan heb je al in principe een leuke achtergrond. Ja. Kijk, en ik gooi nooit een verf weg. Dus dan doe ik met een ander blad. Weer een soort achtergrondje van de verf die je nog hebt. Ja, die ik nog over heb. Ja, leuk. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Nou, dan ga je gewoon kijken wat je wil. Dat je bijvoorbeeld hier iets wil. Dan pak je bijvoorbeeld... geel, maar dat ligt gewoon aan. Ja, dat is wel mooi bij deze kleur. Ja, wat je wil. En dan doe ik hem zo. Zo. En dan doe ik bijvoorbeeld hem ook hiervoor gebruiken, maar doe hem daar even snel. Nou, dan zeg je van nou. Oké. Zie je, en dan ga je een beetje krijg je dit. Zie je? Ja. Nou, dan doe je deze hier bijvoorbeeld. Oké. Zie je? Kijk, en dan zeg je nou van, nou, dan wil ik nu een iets erop hebben. Bijvoorbeeld, waar zijn mijn sjalonen? Oh, hier. Bijvoorbeeld deze. Mm-hmm. Dus nou, dan pak je een kleur en die moet wat donkerder zijn. Dus nou even... Zo, en dan meestal doe ik van dit zo weg. Zo. En dan bepaal je bijvoorbeeld, zeg ik van nou, ik wil hem zo hebben, noem maar wat. En dan ga je hem goed aandrukken. Oh, dat is de bedoeling van die... Ja. Zie je? Oh ja. Je stempelt als het ware dan met een schabloon. Ja.
hier. Hoe leuk. Oh, leuk. Leuk, hè? Ja. Nou, dan heb je hem hier helemaal. En dan kan je ook zeggen van, nou, ik wil ze hier hebben. Dan krijgen ze het er zo op. Dat heb ik wel op internet gezien. Zo. Dit is het tot nu toe het resultaat van Jolanda. Ja, ik vind dat zwarte niet zo mooi, hoor. Maar goed, dan ga ik branden. Ja. Nou, hij zit een beetje naast, maar misschien dat het werkt. Grappig en los die handen door. Oh ja. Leuk! Gewoon heel snel werken is het, hè? Eigenlijk. Ligt eraan met hoeveel lagen je werkt, want anders moet je het opbouwen. Ja. Maar met twee lagen heb je al iets leuks. Ja. Nou, we gaan er vandoor. Linde is even de koekjes weggooien die helemaal verbrand zijn. Ja. Dus. We zijn goed bezig geweest, jongen. Ik heb. Black cookies. Tot de volgende keer. Zo, weer onderweg naar huis. En wat eten we vanavond? Blokjes tofu. Blokjes aubergine met rode ui. Couscous met walnoot en munt. En dit is walnoot. Paprika die ik in de oven gedaan heb. Koriander, munt en wat citroen. En dit zou je kunnen aan spiesjes kunnen doen, aan stokjes. Maar in dit geval doe ik dat niet. Dus en een salade erbij. Eet smakelijk! We hebben er gegeten, de boel afgeruimd. Ik denk dat we regen krijgen, want het is donker en bewolkt. Wat denk jij, Jaap, dat we regen krijgen? Ja. Ja? Heel hard. Heel hard. Heel keiharde regen. Nou, ik kom met de dekentjes, want die zijn gewassen. Die zijn voor de hondjes. Dus dat... Ga jij nog naar de paarden? Nee. Nou, Aad gaat niet naar de paarden. Die gaat morgen weer. Ze zijn gisteren geweest. En ze staan toch op de wei. Dus kunnen ze lekker rustig aan doen. En verder doe ik niks meer vandaag. Een bakje thee zo nemen. En verder gewoon lekker chillen. Totdat ik naar mijn bedje toe ga.